Politieke besluitvorming. Politieke besluitvorming bestaat uit vier fasen. We gaan ze allemaal eens belangst. Fase 1. Een wens wordt een politiek probleem. Als jij een probleem hebt en je zorgt dat dat probleem het probleem wordt van een heleboel mensen, doordat het bijvoorbeeld aandacht krijgt in de media, dan krijg je de publieke opinie mee. Dat is wat de meerderheid van de mensen dan belangrijk vindt. Als er dus veel aandacht voor is, zal het ook sneller op de politieke agenda komen. Als het daar eenmaal op staat, zal de politiek gaan werken aan het bedenken van oplossingen. Ze zullen eerst kijken van welke problemen zijn er allemaal zijn. En dat zijn er natuurlijk een heleboel. Dus ze zullen er eentje moeten kiezen die prioriteit krijgt. Vervolgens gaan ambtenaren het besluit voorbereiden. En als laatste wordt er dan een wetsvoorstel richting de Tweede Kamer gestuurd. Die Tweede Kamer moet dan een besluit gaan nemen. Dan volgt natuurlijk eerst nog een debat. En vervolgens gaat de Tweede Kamer daarover stemmen. Als het besluit is aangenomen, het is goedgekeurd, moet het ook nog worden uitgevoerd. Dus stel de Kamer wil meer controle op ziekenhuizen, dan zal er dus een ambtenaar worden aangesteld die daadwerkelijk naar een ziekenhuis toe gaat en daar de boel gaat controleren. Maar is er ook een vijfde fase? Er bestaat namelijk zoiets als terugkoppeling. Als je een besluit neemt, bijvoorbeeld om de AOW-leeftijd te verhogen, dan gaan mensen daarop reageren. Ze gaan bijvoorbeeld demonstreren of ze willen het graag anders zien. Dat noem je terugkoppeling. En via terugkoppeling ben je dus eigenlijk weer wensen aan het uiten. En ben je dus weer bij fase 1. Politieke besluitvorming is dan ook een proces wat altijd doorgaat. Pressiegroepen. Pressiegroepen zijn groepen die druk proberen uit te oefenen op de politiek. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Lax en Greenpeace. Ze hebben een aantal machtsmiddelen tot hun beschikking. Kennis, toegang tot de media, de grootte van de groep, toegang tot politici, geld, charisma. Ze kunnen in het bestuur of een adviesorgaan zitten en ze hebben allerlei formele mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld naar de rechter gaan. Toegang tot de media is dus erg belangrijk en de media hebben dan ook een aantal functies. De eerste daarvan is de agenda-functie, waarbij de media ervoor zorgen dat politieke problemen ook op de politieke agenda komen, zoals het videoprobleem en het rookverbod. De tweede functie is de informatieve functie, waarbij de media ervoor zorgen dat de burgers worden geïnformeerd over allerlei nieuws uit de politiek. Bijvoorbeeld over, rond de verkiezingen of rond de staatsbezoek. De meningsvormende functie, dan geven de media hun mening over iets wat er in de politiek gebeurt. Ze zijn dus dan kritisch richting de politiek. Bij de controlerende functie gaan ze kijken van of de politiek hun beloftes wel waarmaken. Als dat niet zo is, zullen ze daar dus weer kritiek op leveren. Zo herinneren zij politici eraan dat belofte schuld maakt. Maar zij bieden bijvoorbeeld ook een spreekbuis voor allerlei pressiegroepen. Doordat ze bijvoorbeeld aandacht krijgen op televisie, kunnen ze een grote groep mensen met hun ideeën bereiken. Maar hoe heb jij als individuele burger nu invloed op de politiek? Je hebt een flink aantal mogelijkheden. Je kunt natuurlijk gaan stemmen. Je kunt lid worden van een politieke partij. Je kunt persoonlijk contact zoeken met politie. Je hebt het spreekrecht. Je kunt om een referendum vragen. Je kunt lid worden van of een pressiegroep oprichten. Je kunt handtekeningen gaan verzamelen. Je kunt een klacht indienen of een bezwaar schriften. Je kunt gaan demonstreren met een de hele groep mensen. Je kunt natuurlijk ook nog de media inschakelen. En tenslotte kun je bijvoorbeeld ook een geschil aan de nationale ombudsman voorleggen.